Dit is bezoek. Heerlijk. Zo kan je zien dat het van oma is. Vandaag brengen de studenten Joppe en Belies soep rond bij woonzorglocatie De Parelvissers in Leiden. Nee, het was net Zwarte Piet. De 97-jarige mevrouw Klein is er erg blij mee. Die soep vind ik lekker hoor en leuk. Maar het leuke vind ik dat Joppe komt. En ja, dat is jongelui. En daar kan ik altijd heel goed mee opschieten. En praten en zo. Wat je met die oudjes hier, nou ja. Ik denk dat ouderen over het algemeen toch wel moeite hebben om toe te geven dat ze eenzaam zijn. En wij zullen ook niet zo snel zeggen dat wij aan de deur komen om eenzaamheid tegen te gaan. Over het algemeen zeggen we gewoon van, joh, we hebben een lekker soepje voor u. Hoe is het met u? En proberen we meer zeg maar, de nadruk te leggen op gewoon de gezelligheid die wij over willen brengen naar de ouderen. En die gezelligheid begint al bij het maken van de soep. Een dag eerder, ook met ouderen, maar op een andere zorglocatie. We ruiken gebakken ui met knoflook. De kookdagen zelf vind ik het allerleukst. Dan heb je gewoon persoonlijk contact met die oudjes. En ik vind dat, ja, dat vind ik echt schitterend. Ik word er helemaal vrolijk van als ik dat aan het doen ben. En als de soep klaar is, wordt hij met behulp van de bakfiets naar ouderen gebracht die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ik denk dat het in Nederland een soort van ondergeschoven kindje is. Dat het echt een ontzettend gigantisch probleem is. En dat proberen wij een soort van iets beter te maken. Je voelt je weer een beetje in het leven staan. Hè? Dat je weer jonge mensen om je heen hebt die met je praten. En nou ja, het hoeft altijd niet dat je allemaal hetzelfde denkt. Maar dat je toch ook tegen hem kan zeggen van, ja, maar ik vind dit of dat niet leuk. Hoe vind jij dat of wat dan ook? En dat vind ik eigenlijk het leukste ervan. Dat je iemand hebt waar je gewoon mee kan praten.